kloppen echt van mijn benen af, want het zit helemaal onder het zand. Waar ben je? Oh, daar. Ja, lieve mensen, hallo. Wij zijn net... Goedenavond. Kunnen we niet even hier... Wij zijn net even naar het strand geweest. We hebben ongelooflijk mooie content mogen schieten. Die hier is wel licht. En hallo allemaal. Zie je nou een invalide toilet? We zijn net naar het strand geweest en we hebben heel mooie content geschoten voor de website. En we zijn nu terug, back in de wifi. Ja. En we hopen... Wat? In de wifi shop. Wifi shop, ja. En we hopen dat jullie voor ons de vragen klaar hebben. Kom je eruit? Ja. Of jullie vragen hebben, want... Ik heb hier een vraag van... Van wie? S. Zijn jullie herkend daar? Ja, herkend. We zijn herkend en daarom hebben we ook altijd onze... Signcard? Nee. Hebben we ook mee, omdat we veel gevraagd worden om... We zijn al herkend bij aankomst in de lijn bij de paspoortcontrole. Ja, dat is wel leuk. Zijn we al herkend. Ja, er werkte een ongelooflijk lieve meid, Shufa. En die zag onze paspoorten. En ze gelijk... Gelijk kwam die glimp. En ze vroeg gelijk van, mag ik een handtekening? Ja, dat was echt geweldig. En toen heb ze ook een stempel... we hebben eigenlijk ook gewisseld. Een handtekening voor de stempel. Ja, toch? Ja. Mooi, en treden jullie nog op? Ja, nee? Nou ja. Ja, zeker. We hebben zeker opgetreden. Ja. Ja. Gisteravond was er een talentenshow hier in Afrika. En we hebben meegedaan, hè, schat? Ja, ja, we zijn tweede geworden. Ja, helaas. Ja, er was één meisje die... die zong helemaal niet goed, kennelijk, denk ik, de gunfactor, omdat het een heel jong en onzeker meisje was. Dat was wel zo. En omdat ze van tevoren zeiden, geen professionals? Nee, en toen vroegen ze, hadden bij ons gesneld, toen zeiden we zijn eerlijk geweest, ja, maar dat heeft ons geen... Ja, ja, maar we hadden ook zoiets, het was ook heel lullig geweest als wij hadden gewonnen. En dat je zo'n meisje dan, wat ze zong dan, mooi lied. Ja. Het was er wel niet mooi gezongen. Nee, maar dus ja, het was ook heel krom geweest als we wel hadden gewonnen. Want dan hadden we wel lekker een gratis massage, maar die is helaas aan onze rug en nek, schouders voorbij gegaan. Ik heb hem niet. Ja, daar zijn we weer. Lieve mensen, we gaan naar de volgende vraag. En die is van, Esther, geweldig. Nou, heel wat is de, graag gedaan. Is de... Een nieuwe kapsel, Geert. Nee, ziet er goed uit. Nee, het is gewoon een beetje sandy hair, don't care. Ja, we zijn net bij de strand geweest en we hebben daar de wind mogen vatten. Ja, het was wel lekker eten. We zijn nu in het restaurant aangekomen waar we lekker gaan eten. We kunnen ze wel even zien. Waar ze voor ons heerlijk hebben gekookt. Eet smakelijk. En... hier, is het leuk om te. Dit zijn zeg maar de potten waarin wordt gekookt. Ja, het is geweldig. Dit zijn de rijstpotten, hier wordt rijst in gemaakt. Dit zijn groentepotten. Dit is herkenbaar aan de zwarte strepen met de zwarte stip. We zijn gisteren bij een pottenbakkerij geweest. Ja, we zijn gisteren bij een pottenbakkerij geweest in het stadje hier. En daar hebben we twee vaasjes gekocht. Ja, en je moet ook even vertellen, zij maken alles from scratch. Dus ze maken ook de klei zelf. En dat is via een heel proces in een bak water. En dat moet dan het water moet omhoog komen. Dan komt de klei, dan gaat naar een andere bak. Weer hetzelfde principe, klei, daarna gaat het naar een soort doek waar het uit moet lekken. En dan is de klei die wij kennen van onze jeugd. Ja, van die vacuüm verpakte pakken. Ja, dat is echt wonder. En dan maken ze echt de mooiste. Maken ze allemaal zelf? Snuisterijen. Je zou denken van dat vinden ze gaaf om te doen, maar dat is gewoon wat de groothandel hier Ja, maar dat vinden ze ook failliet gaaf. Is het, want ze deden het met een glimlach. Ze deden het met een glimlach. Ja. Zijn er nog vragen, lieve mensen? Wij zijn hier nog eventjes. En even kijken. Zijn er nog vragen? Nee. Goedenavond, Melissa. Hoi. Hey, Melissa, hoe is het, lieverd, schat? De ezel. Ja, er was een ezel. Er zijn hier heel veel ezels. Ezels en goats. Ja, even kijken hoor. Geweldig.
Oh, wat staat er nou? Welk nu? Welk? Wat? Welk nu met jullie hebben jullie... Oh, welk nummer? Welk nummer hebben jullie gedaan? Nou, ja. Vertel jij maar. Nou ja, uiteraard de regenboog. De regenboog. In, een stukje in het Afrikaans. Ja, en een stukje in het Engels en ook een stukje in het Nederlands. En dat was echt geweldig. Het animatieteam had de juiste tekst voor ons geüpload, want wij spreken het in Afrikaans. En het was geen enkel probleem om dat mee te lezen tijdens het optreden. Nee. We hadden onderin hadden we een soort televisie. Ja. En dan konden we de tekst opgezet, waardoor ze gewoon door konden laten lopen, meelopen. Ja, wat ga ik er nog meer? Dus dat. Wel, wanneer is jullie volgende vendag? Nou, ja, waarschijnlijk tegen de zomer. Hè? We willen ze jaarlijks doen. En we hebben nog wat t-shirts over. Dus mochten jullie graag een t-shirtje willen afnemen. Dat kan. We hebben verschillende maten beschikbaar, dus zend ons een DM en kom er bij jullie terug. En als je al specifieke maat hebt of afmetingen van je lijf, dan laat het ons weten, want we hebben nog één shirt in de aanbieding voor 9,99. Ja, even wel met mascara. Alles op de plekje. Kijken. Mij gaat het goed. Bijna een relatie. Nou, daar Melissa. Willen wij echt het fijne van weten. Wat gaaf, Melissa. Vertel eens op de chat. Ja, vertel. Wat heb jij... Een wandeling. Dan kunnen we ook het restaurant laten zien. Dat is niet smaak. Ja. En we hebben een hele mooie fotoshoot gehouden. Dus daar zullen jullie ook snel van het resultaat zien. En, we gaan even uitdelen. Als er nog vragen zijn, stuur DM's. We zijn misschien later nog. Wat zien ze van mensen? Geniet van deze dag. Clichés vergeven.